Deze nieuwsuitzending die gaat over dag 24 droog. Dus geen alcohol, geen wiet, geen tabak. Geen koffie, maar dat deed ik al niet. Een tijdje al niet. En dat na een tijd van ongelooflijk veel zuipen. Ik heb gezien dat er best veel mensen naar kijken. Dus daar kennelijk hebben mensen het ja, met mij te doen of zo. Hè? Of ze zijn zelf van plan om te kappen met al die meuk. Dat kan ook. Dat ze denken, nou als Perry het kan, zo'n sukkel, dan moet ik het ook kunnen. En dat zou goed zijn. Hè? Laten we eerlijk zijn. Alcohol drinken. Als ik er nou op terugkijk, dan denk ik van nou, ja, je hebt er geen zak aan. Ja, laten we eerlijk zijn. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Het is niet, ik wil niet zeggen dat het ongezond is, maar het is niet gezond. Dat geldt voor roken ook. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat je daar longkanker van krijgt. Volgens mij valt dat wel mee. Maar je gaat mij niet vertellen dat roken gezond is. Dat is een absolute lulkoek. En het geldt voor wietroken net zo goed. Het is hooguit stoer. Dus voor een, ja, een soort van maatschappelijke status of zo. Van, oh, rook jij al tabak? Nou, dat is ook best jong voor je leeftijd. Of zoiets, ja. Nou, we zitten nou dus op dag, wat zei ik nou? 2, 3, 24. Zo binnenkort kan ik gaan vieren dat ik 4 weken helemaal, dat is komende zondag. 4 weken lang helemaal niks. Ik ga ook niet meer beginnen hoor. Dus, en wat nou aardig is, hè? Ik was naar de overheid gegaan. Van ja, doen wij een uitkering en een baan of zo, hè? Doen we iets, weet ik veel, maatschappelijk verplicht vrijwilligerswerk. Nou, dat feest gaat eventjes niet door, want er komt nog wat geld binnen van mijn zaak. En dat maakt het allemaal erg gecompliceerd. Ik vraag me af waarom, maar... Nou, daar ga ik niet over. Daar ga ik ook verder niet over klagen. Dus, ja, nu is het zo dat tegen mij gezegd is van ja, ga maar naar... Het arbeidsbureau, zo, het stadskantoor. Ja. En dan ga je daar maar zeuren om een baan. Nou, dan ga ik het maar doen. Ja, ja ik moet er wat. Ja. Dan heb je een tegenslag en ga ik dan gelijk weer aan de zuip. En natuurlijk niet. Waarom? Ja. Ik heb een weg ingeslagen en... Nou, die tegenslag. Ja, aan de ene kant is het een tegenslag. Aan de andere kant, ja, er komt wel wat geld binnen. Dus, ja, wat maakt het me dan verder uit, snap je? Ik ga toch door met wat ik van plan was. Namelijk, ik stop met dat idiote geprogrammeer. Ik ga blijf programmeren, dat blijf ik doen. En ik hou één... Nu heb ik dan wat ander plan, hè? Maar dan hou ik... Ik blijf programmeren. Dat, gewoon voor mijn hobby. Maar ik ga dat niet meer doen commercieel. Afgelopen ermee. Ik moet eventjes wat technische issues nog verhelpen waar ik zelf geen zin heb om dat op te lossen. Maar dat lossen we wel op. Dat komen we van elkaar. Iets met beveiligde verbinding maken of zo. Dat is een ongelooflijk gezeik. Maar daar komen we wel uit. Ik schakel wel een vriendje in. Kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Of ik ga van hostingpartij veranderen. Anyway, ik blijf op het internet in de lucht. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Nou, een beetje mijn plan aan gaan passen. En ik ben nog steeds bezig met fase A. En die houdt in opruimen en schoonmaken. Dat is best leuk werk eigenlijk. Heerlijk bezig geweest. Alles in mijn woning begint dan te glanzen. En dan de rest wat nog niet glanst, dat valt dan erger op. En dan ga ik denken van, goh, dat moet ik even laten glanzen. Natuurlijk. In die zin is schoonmaken verslavend. Als je met het ene begint, dan denk je, oh, dan moet ik dat andere ook even doen. Maar het gaat de goede kant op, ja. In de keuken is het ja, bijna klaar. Ik denk nog een middag werk. Nou, ja, 2, 3 uur. Ik moet dan op de ladder op de trap gaan staan. En
Allerlei buizen bovenin. Die zitten ook helemaal onder het stof en vettigheid. Oh, ik leef dus nog steeds superzuinig. Daar ga ik niet mee stoppen. Ik blijf leven alsof ik leef van een bijstandsuitkering. Dus, €5-6 per dag aan eten, dat is echt genoeg. En waarom niet? En door dat stoppen met alcohol en roken en wiet. Ja, hoe je kijkt wat het scheelt in de week, man. Ik bedoel, dan rookte ik niet zo heel veel tabak. Maar zeg maar een pakje check in de... Nou, zullen we zeggen in de 3,5 dag. Zo, hè? Gemiddeld. Rekent wat makkelijker. Dus 2 pakjes check in de week. Nou, dat zijn 4 pakjes check in de maand. Ja, dat is toch €40 in de maand. Inclusief je vloedjes en je aanstekers die de godganse tijd gestolen worden door die fijne kroegvrienden. En dat heb ik allemaal achter mij gelaten. Nee, maar dat is gezellig en prettig. Dus die kosten, dat scheelt me al. Dus dat heb je al dus over €40 in de maand aan tabak alleen. Nou, en dan wiet. Nou, dat is er ook wel 2 tientjes in de week hoor. Denk ik, zo alles bij elkaar. Ja, dat is maar €80. Dat is met je tabak en je wiet, dat is €120. Ja, €120. Ha, ha, ha. Nou, dat bier in de supermarkt, dat viel wel mee. Dat was €6 per dag. Dus dat is dan dat is €180. Wat zei ik nou net? 120 en 180. Dus €300 aan alcohol thuis en tabak en wiet. Maar dan ga je van de gezelligheid, omdat je toch al 3,5 liters in je nek hebt, ga je eventjes bij die fijne kroeg in de kijken om te kijken of ze nog opnieuw bereid zijn om je aansteker te joepen. Want misschien hebben ze hun leven wel gebeterd. Ja, dan zit je in de kroeg te tanken. Nou, dan ging het toch ook wel 3 keer in de week of zo? 4 keer in de week? Zullen we zeggen 3 keer in de week? Nou, dan minimaal, zullen we zeggen, 3 keer in de week en dan 3 consumpties. Dus heb je 9 consumpties in de week en een consumptie is 2,50. En dan 9 keer 2,50, dat is... Dus 18, zeg maar €20 in de week. Dat is ook €80. Dus €380 zat meneertje Perrietje Winkeltje eventjes over de balk te smijten aan middelen die niet per se gezond zijn. Huh? Ik ben er niet aan overleden. Ik heb er ook helemaal geen Korsakoff van gekregen of longkanker of dat soort dingen. Psychotische aanvallen, helemaal niet. Ik ben nog steeds kiplekker. Maar het heeft me geen zak opgeleverd. Het heeft me alleen maar €380 in de maand gekost. Ja, en dat geld, dat ben ik niet meer kwijt. Wel was het zo dat ik in die tijd dan bijna niet at. Had ik eens in de 2 dagen haalde ik een lumpia bij de Chinees. Of iets van kippensoep, zo. Ja, een beetje een lekker bek op de markt. Ja. En dat was het dan. Ja. En nu eet ik dan wat meer, omdat je daar 5-6 per dag wegloopt te kanen. Maar dat is wel gezonder. Ja. Want ik was afgevallen, man. Ik woog nog maar 57 kilo. En ik ben 1,79. Dus ja, dat is dan wel een beetje aan de lage kont. Zelfs ik zag het. En mensen in mijn omgeving ook. Hè? Van jeetje, je bent wel mager aan het worden. Nou, dat is voorbij. Ik ben weer terug op mijn oude gewicht. Weeg weer 63 kilo. Dat is nog steeds niet veel, maar dat weeg ik al jarenlang. Woog ik al jarenlang. En dat schommelt dan zo'n beetje. 62, 63, maar echt niet veel, ja. En ik eet lekker. Ik heb 's morgens al honger. Ja, vind je het gek als je niet rookt? Bij mij dan is roken, dat heb ik gelijk geen honger meer. En alcohol geldt hetzelfde voor. Ja, 12 uur 's middags begon ik met drinken.
vijf, zes uur 's avonds, ja, dan was het bier zo'n beetje op. En dan ging ik weer naar de supermarkt. Ja, en dan soms haalde ik een lumpia en die at ik pas de volgende dag. Ha, 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 ha. Nee, dat is allemaal niks. Ga lekker doorzetten. Mijn nuchtere leven. En dan maar, ja, ik heb het dus van het UWV, of hoe dat ook maar heet tegenwoordig, adresje opgekregen van je kan daar naartoe. En dan moet je daar maar informeren naar een baan. Want ik blijf erbij dat ik het liefste iets wil met mensen. Van mij wat bejaarden in de rondte rijden, konten wassen, je zeg het maar. Ik heb er natuurlijk helemaal geen opleiding voor, maar... Nou, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Hè? En ik heb goede sociale vaardigheden, dus... Ja, ja, laat mij maar van alles doen. Ja. Desnoods ICT-werk, maar... Ja, daar zit ik niet echt om te popelen. Maar dat wil ik heus wel doen, hoor. Dat wil ik echt geen probleem. Man. Beetje in de buurt, dat zou ik wel fijn vinden. Kijken of dat kan. Op fietsafstand of zo. Moet ik wel een fiets kopen, maar... Als het die poen een beetje binnenkomt, dan lossen we dat wel op. Hé, mijn huis lekker schoon. Al die administratie muk eruit. Iedereen die poen van me krijgt tevreden stellen. En... Oh ja, dan moet ik naar de tandarts. Dat is ook hoog nodig. Even kijken wat die te zeuren heeft. Dat is ook wel een bak poen gaan kosten. Helemaal vullingen zijn eruit gedonderd. Een halve rot. Misschien moet ik aan een kunstgebed of zo. Even goed naar de tandarts luisteren. Kijk, wie geschoren wordt, moet stilzitten. En daar hou ik mee aan. Nee, dat verandert helemaal niks. Dan maar geen uitkering. Voorlopig dan, hè. Straks, ja, straks krijg ik geen baan. En ze hebben al gezegd, van, ja, je moet een... Dus ik mag dat geld niet aanwenden om in één keer de schuldeisers af te betalen. Dus ik moet overal een afbetalingsregeling bedingen. Nou, dat ga ik niet zelf doen, hoor. Maar daar heb ik wel iemand voor die dat... Ja, die wil dat denk ik wel voor mij doen. Krijgt hij ook een vergoeding voor me. En er komt er wel wat geld binnen. Wat is dat nou? Kortom, mijn goede humeur is nog steeds niet weg. Ik vond het wel jammer toen die lieve vrouw zei van... Ja, maar ik heb met mijn collega over gesproken. Maar het wordt wel heel ingewikkeld. Nou, op deze manier kunnen we niks voor je doen. En zorg er wel voor dat je, ja, dat je heel zuinig bent op je geld. Want als je zo dadelijk aan de grond raakt... En wij vinden dat je onzorgvuldig bent omgesprongen met je eigen vermogen... dan krijg je geen uitkering. Ik denk, ja, dat is helemaal lekker leuk. Dus ik moet met iedereen afbetalingsregelingen afsluiten. Ja. Nou, dat gaan we dan maar doen. Zien we dan wel weer, hoor. Kom. Misschien anders een baantje voor, ja, wat voor wat weinig in de week. Ik weet het niet. 24 uur zou er wel leuk zijn. Wat schuift dat in de maand? Ja, als er 59 of zo, of 1000 of zo binnenkomt. Ja, dan ben ik, I'm a happy man. Daar red ik het wel van de komende tijd. Een lekker zuinig leven. Dat bevalt me echt prima, hoor. Moet ik zeggen. Geen gezeik. Ik kan als het ware iedereen weer recht in de ogen kijken. Nou, niet dat ik dat ik mensen belazerd heb of zo. Maar ik ben wel rustiger. Dat komt denk ik ook door het stoppen met die alcohol en die meuk. Dat geeft je toch een beetje opgeblazen gevoel. En al die moeheid die je hebt, van die katers en van wiet krijg je ook een kater, hoor.
En als je net een checkie op hebt, heb je zo'n vieze smaak in je mond. Om maar te zwijgen over die smeerlapperij op, rond de asbak. En dan ligt er weer wat as naast. En dan er zitten van die brandgaatjes in mijn dekbed over het terrek. Ja, leuk hè, dat roken. Ja, ik werk vanuit mijn werkteur, dus computer programmeren, vanuit mijn bed. Ja, dat vond ik dus goed genoeg. Ja, kan hier in mijn kamer heb ik ook een bureautje, daar kan ik ook aan gaan zitten, maar waarom? Ja. In mijn bed, dat zit lekker makkelijk, man. Ik heb zo'n opklap IKEA ding, dus die rugleuning omhoog. Dan zat ik heerlijk relaxed type de type. Oh, en een ander ding. Ik heb Keltische klauw. Zo heet dat. Dus ouderdomsziekte. Komt voor onder mensen met Keltisch bloed. Heb ik dus kennelijk. Viking blood of zo. Ja, dus mijn pink is helemaal krom getrokken. Mijn linker pink. Het is geen... het is niet... Weet je dat? Die andere ziekte ook weer. Reuma of zo. Ik heb er helemaal geen pijn aan. Er is een pees helemaal aan het verstrakken. Die kan je laten doorsnijden, maar... Ik weet het niet, hoor. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Dan typ ik maar met... Dan ga ik weer terug naar mijn oude stijl. Waar met 2 vingers typen, of 3 vingers, 4, 5 vingers typen. De duim voor de spatiebalk. Je kent het wel. Daar komen we wel uit. En ik ga toch lekker amateuristisch vanuit mijn hobby programmeren. Dus. Ik heb mij verder. Ik hoef geen tempo meer te maken. Ik hoef niet meer 8 à 10 pagina's code per dag eruit te stampen. Ben jij maf? En reken maar dat het iets heel leuks wordt. En misschien, wie weet, dat ik ooit weer iets van business ga maken met dat computergebeuren. Maar dan wordt het met een heel andere stijl. Veel meer de zelfwerkzaamheid van de klant. Ik heb er wel wat gedachten bij me. Dat komt vanzelf, met de tijd. Voorlopig ben ik heerlijk bezig, heb ik goede beslissingen genomen. En gaat mijn leven een kant op die ik prettig vind. Ik heb geweldige uitzendingen klaarstaan over de verkiezingen van 23 mei. supergeinig. Oh ja, en ik heb dus wel aan het hele avontuur, heb ik een, zoals het er nu uitziet, een gratis ideebewijs overgehouden. Ja, dus niet verder vertellen, hè, maar... Als je zoals ik zonder ideebewijs een uitkering aan gaat vragen, dan krijg je een machtiging. En dat geld wordt dan ingehouden op je eerste uitkering. Maar ik krijg nu helemaal geen uitkering. Maar ik krijg wel een ideebewijs. En de vraag is of ze achter me aankomen. Ja, dat weet ik dus even niet. Snap je? Hey, we zullen het wel zien, man. Ik ga afscheid nemen van jullie met dit gesprek. Ja, alleen voor dit gesprek natuurlijk. Dan komen we weer terug. Er komen 2 hele leuke uitzendingen aan over de Europese Unie. En vanmiddag om 4:00 heb ik een afspraak met Jörg Liesman. En dan gaan we het hebben over Maarten Luther. Daar heb ik al een introotje over gehouden. Wat best aardig bekeken is. En vanmiddag om 4:00 komt dus Jörg Liesman. Zo mag ik hem helemaal niet noemen, want dat vindt hij niet leuk. Maar ik heb wel respect voor hem. En hij heeft veel geschiedeniskennis. Niet alleen van Maarten Luther, maar ook van Tyndale, Wycliffe, Jan Hus, noem het maar op. De Lutherianen, dus de volgelingen van Luther en de Calvinisten. Wist je dat de Hugenoten, dat het ook Calvinisten zijn? Waren, of zijn... Zijn de Franse Calvinisten. Ja, dat soort dingen weet Jörg allemaal. Die weet het met alle jaartallen en alles. Dus wat hartstikke interessant wat er zo dadelijk komt.
over het protestantisme. Het protest. En daarvan het tantisme. Oeh, dat doet me weer denken aan mijn tanden. Hé hey mensen, het gaat hartstikke goed hier hoor. Maak je helemaal geen zorgen. En nee, ik wil geen donaties, AUB. Hè? Misschien als ik zo dadelijk toch iets heel leuks gevonden heb. Qua automatisering, een leuke website. Dat ik daar een donatiebutton maak. En dan mag je doneren. Maar niet, ja, dan mag je doneren. Klaar. Even de wetgeving op nazoeken hoeveel je gedoneerd mag krijgen voor. Nou, ik denk iets van 1000 per jaar, niet meer hoor. Maar dat zou toch leuk zijn. Hè? Aan de andere kant, als ik een leuk baantje heb van zeg maar, 1000 euro in de maand. Ja, daar kom ik wel van rond. Hè. Want op vakantie wil ik toch niet. En ja, de Clio gebruik ik af en toe. Dus, die beetje benzine kosten, dat kan er wel vanaf hoor. En dingen kopen, dat doe ik helemaal niet. Ik heb alles al. Ja. Ik heb eerder nog dingen te verkopen. Ja. Ze moeten een Stratocaster moet eruit. Hele mooie Stratocaster. Misschien moet ik daar een filmpje van maken. Dat die... Het ding dat klinkt als een klok, jongen. En ik heb een hele mooie Gibson Explorer. Een hele mooie gitaar. Een Lures zwaar. En een hele mooie basgitaar. Een Rickenbacker. Nou, super tof. Nou, ook nog 2 gitaren over. En die zijn voor mezelf. Die doe ik nooit meer weg. Die zijn te lekker. Hé, hey, dus vanuit een gelukkig Arnhem. Vanuit een gelukkig IKEA-bed. Zegt een gelukkige Perry. Tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.